Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Assito. Welkom, mooi dat je weer kijkt naar een gloednieuwe uitzending van Heracles TV vanuit ons mooie stadion Ervasito. We gaan het vandaag hebben over de afgelopen wedstrijd tegen FC Groningen. We spreken de drukke januari maand en we kijken natuurlijk ook al vooruit naar de wedstrijd van morgen tegen Fortuna Sittard. En dat doe ik niet alleen, ik ben hier met Lucas Schoofs. Lucas, welkom, mooi dat je er bent. Eerste keer hier aan tafel denk ik, of niet? Ja, eerste keer. Mooi zo, voor alles een eerste keer. Lucas, ik noemde het al, de drukke januari maand. 8 wedstrijden volgens mij gespeeld, als ik me niet vergis. Ja. Eindelijk ten einde, is het voor het eerst eigenlijk dat je zo druk bent geweest in je voetbalcarrière? Nee. Zoveel wedstrijden. In mijn eerste seizoen in profvoetbal heb ik eindronde gespeeld voor de promotie. En dat was toen ook midweekwedstrijd. Toen hadden we ook een heel drukke maand. Ja. Blij dat het achter de rug is? Of? Ja, blij ja. Eigenlijk is dat, ik vind dat wel een leuke periode. Gewoon heel veel spelen, niet zoveel trainen. Overheerst dat toch wel? Want je hoort spelers natuurlijk altijd zeggen, voetbal is het leukste om te doen, leuker dan trainen. Dus dat is leuk, maar het is natuurlijk het eist wel zijn tol op het gebied van fitheid natuurlijk. Ja, het is fysiek heel zwaar. Ja. Dus het is wel leuk om, het zou nu ideaal zijn om 2-3 weken wat rustiger zoals het nu gaat zijn. Ja. En dan misschien weer wat druk, vind ik niet erg. Maar om de week is ook prima. Bijzondere maand voor jou, de januari maand, veel wedstrijden dus, maar ook je basisplek afgedwongen. Ja. Naar Feyenoord eigenlijk in het team gekomen en we hebben veel punten gepakt, dus dan blijf je vaak staan. Ja, wat mij betreft is een sleutelduel geweest, dat bekerduel tegen Feyenoord. Daar is echt wat veranderd, maar voordat we daarover gaan praten, wil ik eerst even naar afgelopen zaterdag moet ik zeggen, Heracles FC Groningen 1-0 gewonnen. Wat was dat voor wedstrijd en vond je een terechte uitslag? Ik denk een beetje vergelijkbaar met Zwolle, dat we eerste helft goed spelen, veel kans hebben. Maar toch maar eentje maken, tegen Zwolle dan 2. Maar dat we nu wel de tweede helft het hoofd boven water hebben kunnen houden. En zoals gezegd, het is een zware maand. En de tweede helft waren we fysiek misschien wat op. Ja. Maar ik denk niet dat zij grote kansen hebben. Dus dan kunnen we wel terecht noemen. Is dat ook een reden geweest? Je zegt we waren wat op in de tweede helft, waarom jullie weer wat lager gingen spelen. Volgens mij eerst zelf was het weer 4-3-3. Hoog druk zetten en ik zag in de tweede helft echt weer wat lager. Het bekende 4-4-2 blok. Ja, we zijn de eerste helft al overgeschakeld van 4-3-3 naar 4-4-2. Ja. Omdat we wat problemen hadden in verdedigend opzicht. Ja. Maar ik denk dat we gewoon dat we het resultaat willen vasthouden. Dat we wel scherp begonnen in de tweede helft. Dat we niet wouden wat tegen Zwolle gebeurde. Ja. Maar dat we onder druk van Groningen ook, als zij de lange bal spelen, dan moet je gewoon verdedigen. Soms. Verbaasde je dat? Dat Groningen al vrij snel de lange bal ging hanteren. Toch een ploeg die bekend staat om mooi voetbal, of in ieder geval goed voetbal. Dat denk je niet gauw aan een lange bal, maar toch kozen al vrij snel voor die optie. Hè? Ja, echt verbaasd was ik niet, want de vorige wedstrijd die wij daar 0-1 winnen, die was misschien iets minder terecht dan deze wedstrijd. Speelden ze ook ontzettend veel de lange bal, nog iets minder als nu. Maar ik denk dat wij het ook gewoon
goed vastzetten. En dat ze weten als ze proberen te voetballen tegen ons, dat wij in de druk vaak de countermogelijkheden die we ook eerste helft hebben gehad, kunnen uitspelen dan. Kunnen uitspelen, hè? Daarom breekt het wel aan. Hè? Ja, daarom breekt het soms aan bij ons. Maar je ziet, het gaat een stijgende lijn. En hopelijk kunnen we zijn wedstrijd snel beslissen en goed uitspelen. Ik noem het al even, de wedstrijd tegen Feyenoord. Voor mijn gevoel echt een keerpunt geweest misschien wel dit seizoen. Hoewel, het was beker, dus misschien wat spelers die normaal niet spelen. Maar wel echt op een andere manier. Volgens mij Ismaël Azoui als valse 9 en in ieder geval weer in 4-3-3. Is binnen de selectie heerst ook dat gevoel dat toen echt iets veranderd is na die wedstrijd? Ja, misschien wel. Ja, het is zoals gezegd, misschien een paar andere jongens. Maar ja, dat ligt er niet aan. We hebben ontzettend veel kwaliteit over het hele team. Dat ziet je op de trainingen. Maar dat is misschien een andere manier van spelen. Jongens die elkaar iets anders gaan vinden. Maar ja. Ik denk dat we niet veel anders doen dan anders. Maar soms heb je dat die klikmoment in voetbal. Dat ook al zou het met iedereen hetzelfde zijn. Dat het ineens beter gaat lopen. En dat is moeilijk te verklaren. Ja, een van die dingen die misschien nog niet tegen Feyenoord, maar wel in die periode veranderde, is dus de controle op het middenveld. Dat werden jij en Luca Della Torre. En dubbel 6 noemt onze trainer altijd zo mooi. Zou je de mensen uit kunnen leggen wat het inhoudt? Ja, dubbel 6 is eigenlijk een beetje in verdedigend opzicht slot op de deur. Die moeten zorgen dat het centrum dicht is, dat de toevoer naar de spitsen van de tegenstand wordt afgesloten. En die in de opbouw moeten zorgen dat het spel op gang komt eigenlijk. Ja, jongens die een beetje anoniem de wedstrijd moeten spelen, maar wel heel belangrijk moeten zijn. Ja. Is dat jouw positie als dubbel 6? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat mijn beste positie daar is. Ik heb wel eens rechtsachter gespeeld, maar dat is niet mijn beste positie. En ik denk dat ik nu ook probeer te laten zien dat mijn beste positie is. Is het dan wezenlijk anders dan een enkele 6? Want we kennen je natuurlijk vooral als lang de man achter Kio. Kio lang onomstreden geweest natuurlijk, echt als punten achter 6. Ja. Nu dus met 2 zessen ben jij daarin anders dan Kio, voor je gevoel? Misschien iets meer nog aanvallende neigingen. Omdat ik soms ook, zoals dat doelpunt tegen Zwolle, dat ik dan niet nadenk en gewoon naar voren loop. En dan vergeet ik misschien even mijn verdedigende taak. Ja. Maar soms komt er wel eens iets goed uit. Soms zijn ze er niet tevreden mee. Nee. Maar daar zit iets meer aanvallende drang in misschien. Ja, aanvallende drang zien we sowieso veel bij jou de laatste tijd. Waar mensen dus, ik noem het net al even, verwachten dat je meer een 6 bent. Dus ook echt wel wat verder naar voren geschoven. En je bent ook gevaarlijk, hè? Je creëert kansen. Ja. Standaard situaties lig je goed, hè? Ja, de laatste tijd zeker. Ik heb in mijn nog redelijk korte, maar toch al iets of wat uitgebreide carrière wel een aantal doelpunten gemaakt. Dus ik maak wel eens wel makkelijk een doelpunt. Ja, niet zoals een spits natuurlijk, anders stond ik in de spits. Maar gaat goed. Ja, mooi. Gaan we het straks nog verder over hebben. Maar er werd deze week op de laatste dag van de transferwindow werd er nog een nieuwe Belg toegevoegd aan onze selectie. Ik heb het natuurlijk over Elias Sierra en wij spraken hem met Heracles TV. Ik ben Elias Sierra. Ik ben een creatieve middenvelder met veel technische kwaliteiten. Een goede versnelling ook. En ik denk vooral dat creativiteit een kwaliteit is. Ik heb een goede voorbereiding meegemaakt in Genk. Wat ook vertrouwen van de coach kweekte. Waardoor ik ook mijn eerste minuut heb mogen maken in het eerste helftal van Genk. Wat een heel mooi moment was voor mezelf. In de voorbereiding heb ik een goede indruk achtergelaten. Ik denk het eerste in ieder geval is het doel bij Heracles mee ontwikkelen. Zoveel mogelijk minuten maken, wedstrijden spelen. En hopelijk een meerwaarde zijn voor het team. En samen met het team goede prestaties en goed voetbal halen. Cyril is een goede vriend van mij. Hij heeft me heel veel positieve dingen over deze club verteld. Wat de keuze voor deze club natuurlijk aangenamer en veel makkelijker maakte. Dus Cyril heeft mij heel veel goede dingen verteld. Ja, het is een heel mooi stadion. Ik heb er een heel positief gevoel aan overgehouden. Een mooi stadion, warme club, warme mensen. Dus ik voel me meteen welkom. Ik ben blij dat ik hier ben. Ik kan niet wachten om mijn teamgenoten te ontmoeten. En ik kan niet wachten om mijn eerste training te voltooien en mijn eerste wedstrijd hopelijk. Ja, Lucas, Elias Sierra, kende je hem al uit je tijd in België? Nee, niet echt. Nee. Het is nog, hij is ook een paar jaar jonger dan mij. Dus nooit tegengespeeld of nooit tegenkomen. Maar ik hoorde wel dat hij uit de buurt is van waar ik woon. Dus misschien kunnen we carpoolen, maar het is wel ver. Hey, ik zie sowieso een soort patroon van Belgische talenten die kiezen om naar Nederland te komen. In de Eredivisie valt jou dat ook op? En heb je een verklaring ervoor? Ja, ik moet zeggen, deze transferperiode begon me wel wat op te vallen.
Niet echt een verklaring kan misschien zijn dat ja, in België is het moeilijker om door te breken. In Nederland werken ze toch vaker met jonge jongens die ze wat talent geven, wat voetballend, omdat België is fysiek veel zwaardere competitie. Dus dan is het voor jonge jongens lastiger om door te breken en hier wat makkelijker, denk ik. Maar dat is het echt, hè, wat fysiek. Het is echt ander voetbal. Ik heb het Dario van der Buijs horen zeggen. Nou, vrijdag speel je tegen hem, morgen. Oud ploeggenoot. Is weer terug naar Nederland gekomen. Hij zegt dat Nederlands voetbal ligt me meer. Ik zag Ferdi Druijf, die ging juist wel van AZ naar de Belgische competitie, zegt dat fysieke ligt me meer. Is dat herkenbaar voor jou, dat er echt een verschil zit in die twee competities? Ja, in België is het een beetje, als ik je zeg, van eigenlijk moet je eerst de fysieke strijd winnen voordat je aan het voetbal komt. Dus je moet de eerste 20, 30 minuten is vaak echt bikkelen voor de bal te hebben. En dan pas kom je aan het voetballen. Ja, ligt het Nederlands voetbal jou ook meer dan? Nee, niet per se. Ik denk dat ik wel fysiek een sterke speler ben. Die zowel Belgisch als Nederlands voetbal. Hier heb ik meer leren voetballen. Dus dat is misschien goed voor mij om wat te ontwikkelen en wat iets extra aan mijn spel toe te voegen bovenop dat fysieke. Ja, want neem ons eens mee in die ontwikkeling. Je bent nu 2 jaar Heracliet. Je kwam, voor de mensen die het niet meer weten, de tijd dat Tim Gielis hier kwam, die kwam van NAC. Nam jouw soort van mee misschien wel. Hoe kijk je naar je eigen ontwikkeling? Je bent een betere speler geworden, denk ik, hè? Ja, ik heb natuurlijk die lange blessure gehad. En als je 1,5 jaar niet voetbalt, dan ja. Ik had dat onderschat ook. Ik dacht van mijn niveau zal snel wel terug het oude zijn. Maar dat had ik eigenlijk pas richting het einde van vorig seizoen. Jammer dat die corona-break er toen kwam. Want toen merkte ik dat ik terug naar mijn niveau van ervoor kwam. En dat heb ik dit seizoen terug verder gezet. Je ontwikkelt je niet alleen op het gebied van voetbal. Je zit druk in de boeken. We horen het al vaak voorbij komen. Eén keer voor alle mensen, we kunnen het ook afsluiten. Wat is nou precies wat je op dit moment studeert? En hoe gaat het? Ik studeer handelsingenieur. Is dat studeren in België. En dat is universiteit, een beetje economie. Ja. En gaat gewoon goed. Ik neem mijn tijd ervoor en er zit geen druk achter. Want ik heb mijn voetbalcarrière, maar het is eerder voor later. Een soort aangepast programma ook, hè, als topsporter. Ja, veel, veel minder zwaar dan andere, dan een normaal jaar. Ik doe eigenlijk halve jaren. Ja. Tot slot, morgen, we noemen het al even, wedstrijd Fortuna Heracles. Hoe kijk je naar die wedstrijd? Ja, veel zin. Ja. We hebben nog wel iets recht te zetten tegen Fortuna. Ja, overheerst dat gevoel in de selectie ook? We verloren hier in eigen huis, niet, voor mensen die niet meer weten. Maar. Ja, nee, niet ten opzichte van Fortuna, want het was gewoon onze eigen schuld. Ja. Zij schieten 2 keer op doel op die hele wedstrijd en wij missen alle kansen. En moeten we morgen beter doen. Ja, tot slot ook een weerzien met oud-ploeggenoten, noemen het al, Dario van der Buijs. Kijk je daarnaar uit? Spreken jullie elkaar nog? Ja, we hebben maar heel regelmatig gesproken. Ik zit met een WhatsApp-groepje met Dario en Cyril en dan af en toe komt er nog wel iets nieuws. Ze volgen Heracles ook nog, dus mooi zo. Mooi weerzien. Gaan het meemaken. Lucas, heel veel succes morgen bij die wedstrijd. Dankjewel. Hopelijk mogen de 3 punten weer meegenomen worden naar Almelo. Ja, tot zover Heracles TV dan voor deze week. Bedankt voor het kijken. En morgen dus de wedstrijd in Sittard. Aftrap om 8:00. En als gezegd dus hopelijk de 3 punten weer mee terug naar Almelo. Nogmaals, bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Assito.